Hoe kun je je bloed zuiveren met een varkensdarm en een bommenwerper? Dit is de Universiteit van Nederland. In Nederland zijn er 6500 nierpatiënten. Mensen van wie de nieren niet of onvolledig functioneren. Mensen die 3 keer in de week een hele middag naar het ziekenhuis moeten om te dialyseren, zoals dat heet. Onze nieren, de nieren in ons lichaam, die zorgen ervoor dat de afvalstoffen die ons lichaam produceert, bijvoorbeeld als we voedsel verteren of als we bewegen, dat die afvalstoffen via onze nieren het lichaam verlaten. En de nieren zorgen er ook voor dat er teveel aan vocht in ons lichaam wordt afgevoerd via de urine. De nieren zijn dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het afvoerputje van ons lichaam. Ze zuiveren ons bloed. En elke bloedcel in ons lichaam gaat per dag 200 keer door onze nieren. En de hoeveelheid afvalstoffen die ons lichaam produceert, die is eigenlijk maar heel klein, lijkt het. 2 theelepeltjes per dag. Heel weinig, zou je zeggen. En toch, patiënten waarvan de nieren niet functioneren, als die niets zouden doen, dan zouden ze binnen een paar dagen overlijden, omdat ze zichzelf vergiftigen door de productie van 2 theelepeltjes afvalstoffen per dag. Verschrikkelijk uiteraard. En dat inspireerde professor Kolff om daar iets aan te doen. En professor Kolff die was in 1911 in Nederland, in Kampen geboren. En hij overleed vrij recent in de Verenigde Staten in 2009, 3 dagen voor zijn 98ste verjaardag. En professor Kolff die was arts. En hij redeneerde, als ik nou in staat ben een filter te ontwikkelen dat die 2 theelepeltjes afvalstoffen die ons lichaam per dag produceert, verwijdert, dan kan ik misschien iets doen aan de toekomst van deze nierpatiënten. En hij ging aan de slag. En je moet je voorstellen, midden in de Tweede Wereldoorlog, in 1943, ontwikkelde hij de allereerste nierdialyse. Wat deed hij? Hij ging naar de plaatselijke slager en hij zei tegen die beste man, geef mij een varkensdarm. Darm die je ook gebruikt voor het maken, die de slager gebruikt voor het maken van een worst. Die spuit hij vol met vlees en op die manier, het is eigenlijk het velletje van de worst, zou je kunnen zeggen. En hij nam nog wat resten van een oude Duitse bommenwerper die hij toevallig gevonden had. En een pomp uit een oude auto. En daarmee maakte hij de allereerste nierdialyse. En daarvan zien jullie hier achter mij een plaatje verschijnen. Dit is de allereerste nierdialyse, zoals professor Kolff die 70 jaar geleden ontwikkelde. En je ziet de patiënt liggen en de patiënt is aangesloten op die varkensdarm. En die varkensdarm, dat is het eigenlijke filter waar professor Kolff het over had. Dat is het eigenlijke membraan, zoals we dat noemen. En dat membraan is in staat om te filteren. Het laat bepaalde stoffen wel door en het houdt andere stoffen tegen. En in dit geval kan dat filter, dat membraan, kan de afvalstoffen uit ons bloed wel doorlaten, terwijl het de bloedcellen uit ons bloed tegenhoudt. Dus het is in staat om het afvalstoffen uit ons lichaam te verwijderen. De gaatjes in dit filter zijn zo klein dat de afvalstoffen er wel doorheen kunnen, maar dat de bloedcellen worden tegengehouden. En hoe werkt dat precies? Nou, je ziet, het bloed van de patiënt loopt, wordt die varkensdarm ingepompt. En die varkensdarm is rond een groot vat gewikkeld, zoals jullie hier zien. En dat vat ligt op de bodem in een soort bad, zou je kunnen zeggen. En dat bad is gevuld met dialysaat, met wasvloeistof. En die wasvloeistof die trekt als het ware de afvalstoffen uit het vieze bloed, het vergiftigde bloed van de patiënt, door de wand van die varkensdarm heen, de wasvloeistof in. En op die manier is het dus mogelijk om de afvalstoffen uit het bloed te halen. Nou, vervolgens, dat bloed stroomt dus door die varkensdarm, die om dat vat gewikkeld is. De afvalstoffen gaan eruit en uiteindelijk komt het schone bloed weer in het lichaam van de patiënt terecht. Helaas hebben de eerste 17 patiënten dit niet overleefd. En een van de belangrijkste redenen daarvoor was het volume van die varkensdarm. Want de hoeveelheid bloed die in die varkensdarm kon, was meer dan de hoeveelheid bloed die een mens in zijn lichaam heeft. Dus je kunt je voorstellen, dat kon niks worden.
Maar ook op dit moment, de huidige nierdialyse, en daar verschijnt nu een foto van, de huidige nierdialyse, 70 jaar later, is gebaseerd op precies dezelfde principes als professor Kolff 70 jaar geleden in de Tweede Wereld ontwikkeld heeft. En uiteraard in een veel moderner jasje, zoals jullie hier zien. Hier zie je een paar patiënten, nierpatiënten, die een middag in het ziekenhuis doorbrengen om te dialyseren, zoals dat heet. En de varkensdarm van professor Kolff is vervangen door een kunststofmembraan. En hier zie je daar een voorbeeld van. Dit is een uitvergroting. In werkelijkheid zijn die membranen veel en veel kleiner. Het zijn rietjes, het zijn membranen in de vorm van een rietje. En de wand van dit rietje is het eigenlijke membraan. De wand van dit rietje bevat dus hele kleine gaatjes waar de afvalstoffen doorheen kunnen, maar de bloedcellen niet. En nou kun je je voorstellen dat we met één zo'n rietje niet heel erg veel bloed kunnen zuiveren. Met één zo'n rietje kunnen we natuurlijk niet een hele patiënt beter maken helpen. En daarom hebben we die rietjes veel kleiner gemaakt en die rietjes hebben we samengebonden in een module, zoals dat heet. En daar zien jullie hier een voorbeeld van. En dit is een membraanmodule. Dit is het vergelijkbaar met het vat van Kolff, het vat waar hij die varkensdarm omheen gewikkeld had. En deze membraanmodule is gevuld met allemaal hele kleine rietjes. En ik heb hier een opengestreende vorm daarvan. En hier zie je al die rietjes. En je zou het misschien niet zeggen, maar elk van deze rietjes is hol van binnen. En de diameter van die rietjes is slechts 0,2 millimeter. En de totale oppervlakte aan membranen in deze module, dus als ik al die rietjes zou opensnijden en naast elkaar zou leggen, is ongeveer 2 vierkante meter. En het bloed van de patiënt stroomt door deze rietjes heen. En de wasvloeistof komt er aan deze kant weer uit. En de wasvloeistof die stroomt hier aan de buitenkant van de rietjes. Dus precies hetzelfde principe als Kolff ontwikkeld heeft. En op die manier kunnen we dus het bloed van de patiënten zuiveren. Deze rietjes zijn gemaakt van plastic. En je kunt je voorstellen, medische toepassingen moeten natuurlijk altijd steriel gebeuren. En daarom is het belangrijk dat deze modules slechts één keer gebruikt worden. Want je kunt ze niet elke keer steriliseren, dat zou veel te duur zijn. En zo'n module, zoals ik deze hier heb, zo'n module kost ongeveer 5 tot 10 euro en is voor eenmalig gebruik. En als we alle rietjes die alle nierdialysepatiënten hier in Nederland per jaar gebruiken achter elkaar zouden plakken, dan zouden we elk jaar 4 keer op en neer naar de maan en terug kunnen. Zoveel van dit soort membraanmodules worden er gebruikt voor nierdialyse. Alleen al in Nederland. Nou, als we wat verder inzoomen op dat rietje, en ik neem als voorbeeld even dit grote rietje weer. Als we met een hele sterke microscoop precies hier zo op het oppervlak van dit membraan kijken, dan zien we de foto die hier achter mij verschijnt. En je ziet het grijze, de grijze cirkel, dat is het materiaal waarvan het rietje gemaakt is. Het plastic waarvan het rietje gemaakt is. En de binnenste cirkel, het zwarte gedeelte, dat is de holte van het rietje. Dus de binnenholle binnenkant van het rietje. En het bloed stroomt dus eigenlijk het scherm in, zou je kunnen zeggen. En de wand van het rietje is het eigenlijke membraan. En je ziet in de wand zie je wat gaatjes zitten. Maar zoomen we nog verder in op de wand, en dat zie je nu verschijnen, dan zie je een aantal kleine zwarte stippen, zou je kunnen zeggen. En dat zijn de gaatjes van het membraan. En het bloed stroomt aan de binnenkant van het membraan, rechtsonder op dit plaatje. En je ziet daar hele kleine gaatjes zitten. En die gaatjes zijn dus in staat om de afvalstoffen uit het lichaam te scheiden van de bloedcellen. En precies zoals professor Kolff dat 70 jaar geleden deed, zal ik jullie hier nu laten zien hoe zo'n nierdialyse in zijn werk gaat. En daarvoor heb ik hier een flesje bloed. Blauw bloed, een patiënt van adel. En hier heb ik de gifstoffen, rode, gevaarlijke gifstoffen. En als ik die twee nu met elkaar meng, dan krijg ik dus het bloed met de afvalstoffen. En dat bloed, dat stop ik hier in deze opstelling. En hier heb ik de wasvloeistof. Nu nog helemaal schoon. Geen afvalstoffen erin. En die wasvloeistof die trekt dus aan de afvalstoffen in het bloed. Die doe ik in dit vakje.
En hier zie je diezelfde membraanmodule die ik net ook liet zien. En wat er nu gebeurt is, als ik dadelijk die pomp aanzet, dan zal het bloed van hier aan de onderkant door de rietjes heen naar de bovenkant gepompt worden. Tegelijkertijd wordt de wasvloeistof vanaf hier langs de buitenkant van de rietjes gepompt, terug dit bakje in. En de membranen zorgen ervoor dat de afvalstoffen door de wand van de membranen heen vanuit het bloed naar de wasvloeistof gaat. Nou, dat duurt eventjes. Ik zet de pomp vast aan. Je ziet de vloeistof stromen. En zoals gezegd, dat duurt een behoorlijke tijd. Want ik zei het al, nierdialysepatiënten moeten 3 keer in de week een hele middag 3-4 uur achter elkaar naar het ziekenhuis om hun bloed te zuiveren. En je kunt het eigenlijk vergelijken met een theezakje. En dit theezakje is heel vergelijkbaar met dit proces. Want de wand van dit theezakje, het eigenlijke zakje, zou je kunnen beschouwen als het membraan. Wat gebeurt er als ik een theezakje in een kopje met water hang? Als ik dat doe, dan zullen de kleurstoffen uit dat theezakje het kopje water ingaan. En het duurt even en het water zal steeds donkerder worden. Maar uiteindelijk zal het water even een bepaalde kleur bereiken. De maximale donkerte die het dan kan bereiken. Dan is er evenwicht bereikt. En zolang er geen evenwicht bereikt is en zolang er een drijvende kracht is, als het ware, zal er kleurstof vanuit de blaadjes van de thee het water ingaan. En op het moment dat de hoeveelheid kleurstof buiten het theezakje in het water precies gelijk is aan de hoeveelheid kleurstof in het zakje, dan is er evenwicht bereikt en zal het proces stoppen. Belangrijk daarbij is dus dat er een drijvende kracht is. En als we roeren in het kopje thee, dan zal het proces sneller gaan, maar de thee zal niet donkerder worden. En als we hetzelfde theezakje nog een keer gebruiken, dan wordt de thee wat lichter, omdat er minder kleurstof in het theezakje aanwezig is en het water dus ook minder donker kan worden. Nou, precies op dezelfde manier werkt ook onze nierdialyse. En je zou kunnen zeggen dat het zakje van het theezakje het membraan is, de theeblaadjes in het zakje zijn onze bloedcellen, en de kleurstoffen die vanuit het theezakje het kopje ingaan, dat zijn onze afvalstoffen. Dan kunnen we in deze membraanmodule uiteraard niet pompen, niet roeren, dat is wat lastig, en daarom pompen we de vloeistof rond. Maar dat is eigenlijk precies hetzelfde principe. We kunnen daardoor het proces versnellen, maar niet verbeteren. En je ziet, dat zie je in deze opstelling al gebeuren, je ziet, onze wasvloeistof wordt langzaamaan roze. De afvalstoffen gaan via het membraan naar de wasvloeistof toe. En op die manier wordt dus het bloed van de patiënt gezuiverd. En als we lang genoeg zouden wachten, ik zei het al, nierdialysepatiënten moeten gemiddeld 3-4 uur naar het ziekenhuis een aantal keren per week. Als we lang genoeg zouden wachten, zou dit bloed uiteindelijk weer helderblauw worden. Daar hebben we hier natuurlijk geen tijd voor. Dus vandaar dat ik nu de opstelling even uit moet zetten. Maar dat is dus precies hetzelfde principe, precies dezelfde manier zoals Kolff dat 70 jaar geleden ook deed. En dat is natuurlijk een fantastische uitvinding, maar er zitten grote nadelen aan. Want, ik zei het al, patiënten moeten 3 keer in de week een hele middag naar het ziekenhuis. Een ander nadeel is dat deze zuivering niet continu is. Onze nieren zuiveren ons bloed continu. Maar hier doen we dat 3 keer in de week. Dat is nogal een verschil. En bovendien geldt dat met deze membranen kunnen we weliswaar een deel van de afvalstoffen verwijderen, maar deze membranen zijn slechts 15% zo efficiënt als onze eigen nieren. Die zijn vele malen efficiënter. En tenslotte, we kunnen op deze manier het leven van nierpatiënten verlengen, maar zeker niet eindeloos. Op deze manier kunnen we ongeveer nierpatiënten een leven geven dat 5 tot 8 jaar langer duurt. Hopelijk in veel gevallen net genoeg om te wachten op een donornier. Maar daarna gaat het echt mis. Je kunt je voorstellen dat de overgang van dat grote vat van Kolff naar deze kleine membraanmodule een enorme stap was. Een fantastische uitvinding. Maar tegelijkertijd, ik zei het al, patiënten moeten 3 keer in de week naar het ziekenhuis. En dat is een enorme belasting uiteraard. En daarom werken de onderzoekers op dit moment ontzettend hard, samen ook met de Nierstichting, om een draagbare kunstnier te ontwikkelen. Een kunstnier, en daar zien jullie hier een plaatje van, die door de patiënt gedragen kan worden, continu, zodanig
dat de functie van de nieren continu 24 uur per dag overgenomen kan worden door deze kunstnier. Je ziet daar ook de membraanmodule op dat plaatje. En je kunt je voorstellen dat een van de allergrootste problemen in dit geval is het dialysaat. Hoe neem je het dialysaat mee? Want wie wil er nou 3 liter dialysaat op zijn rug hebben? Dat is bijna onbegonnen werk. Daar wordt heel hard aan gewerkt. En de eerste testmodellen staan gepland voor 2017. In het volgende college wil ik jullie laten zien hoe we membranen kunnen inzetten voor een van de allergrootste problemen van deze wereld. Namelijk het tekort van schoon water voor iedereen.